Zo, daar zijn we weer een keer, dames. Goedenavond. Ik ga even alles goed zetten, dat ik jullie weer kan lezen. Welkom allemaal en gezellig dat jullie weer meekijken vanavond. Het is weer eventjes geleden, maar we hebben onze vakantie ertussendoor gehad. Dus we gaan vanavond weer lekker eventjes iets maken. Er liggen natuurlijk weer een hoop nieuwe Noortjes in de winkel, zoals jullie weten. En een deel daarvan ga ik vanavond eventjes gebruiken. Nou, we zitten natuurlijk nu helemaal vol in de kerstkaartjes en in de kerstartikelen. Dus vorige week is er ook weer een nieuw setje met designpapier uitgekomen. De naam is deze keer Feliz Navidad. En ik ga, zoals jullie gewend zijn, eventjes door de printjes heen. Het is allemaal een beetje rood met verschillende tinten blauw en wit. Dus ik zal eventjes close-up alle designtjes even laten zien, de prints. Nou, dit is een all-over print met allerlei teksten in allerlei talen. Een ijskristalletje op een rode ondergrond. Nou, een streepje mag natuurlijk weer niet ontbreken. Nou, een mooie blauwe ondergrond met sneeuwvlokjes. Ik heb onderaan de vellen ook allemaal weer teksten gemaakt. Die je dus ook weer als bannertjes uit kunt knippen. Hier zitten er ook nog aan. Zal ik ook nog eventjes laten zien. Merry Christmas, Joy Noël, Feliz Navidad, Merry Christmas. Dus die kun je gewoon ook allemaal als banner even uitstansen. Of knippen. Nou, de achterkant. Dit is een leuk vel met ook weer wat ijskristalletjes en een beetje script langs de randen. Een mooi, een beetje een oud blauw vel met dots. Dit is een beetje een echt Nordic Christmas printje. En we hebben tot slot hebben we een print met wat typewriter teksten. Die kun je ook altijd overal voor gebruiken. Dus ook lekker multifunctioneel. Dus dat is het nieuwe setje met papier waar we vanavond mee gaan werken. En wat gaan we verder nog gebruiken? Nou, we hebben deze maand ook een heel nieuw thema voor honden. Hebben jullie vast wel gezien. Dit is de nieuwe One of a Kind set. Dat is een combinatieset met een hondenhokje. Er zitten hondenbotjes bij. Een bakje voor de hond. Losse hondenpootjes. Het woord woef. En een soort naamplaatje wat je hierin kunt plakken. Nou dacht ik zelf. Het is natuurlijk heel leuk om daar ook een keer iets anders mee te gaan doen. Dus we gaan hem vanavond niet als hondenhuisje gebruiken. Maar we gaan hem als huisje voor de gnomes gebruiken. Dus dat ga ik jullie zo laten zien. We gaan een beetje aan de klidder, dus ik ga er heel even mijn kliddermatje onder leggen. Welkom voor iedereen die nog binnenvalt. Oh, ik kreeg trouwens ook de vraag waarom de mallen aan elkaar zitten. En ja, dat doen we eigenlijk omdat het productietechnisch makkelijker is. Want je kunt je natuurlijk voorstellen, het is in het Verre Oosten is het makkelijker om één mal op de verpakking te plakken dan dat ze in dit geval 11 verschillende mallen allemaal met een plakbandje erop moeten pakken. Dat is veel arbeidsintensiever. Dus dat is de reden dat we het nu zo doen. Je kunt, als je dat fijn vindt, kun je ze dus allemaal losknippen met een tangetje. Want er zitten dus overal van die verbindingstukjes tussen. Ik zelf doe dat niet. Net als vanmiddag, als ik gewoon alleen het huisje wil, leg ik een stukje papier erop wat gewoon net zo groot is als mijn huisje. En dan stans ik hem uit. Dus ik zou je aanraden om het aan elkaar te laten zitten. Het voordeel is dan ook dat je die hele kleine stukjes niet kwijt gaat raken. Maar je kunt het natuurlijk doen zoals je zelf wil. Wil je bijvoorbeeld die botjes, dan snij je gewoon een klein rechthoekje van wit papier. Leg je hierop en dan draai je alles door je stansmachine heen. Dus het is echt niet zo dat je iedere keer de hele mal helemaal uit moet stansen. Dat is dus helemaal niet nodig. Dus of je maakt ze los, of je laat ze aan elkaar zitten. En ik ga zelf altijd voor de laatste optie in ieder geval. Vind ik zelf het fijnste. Nou, ik had jullie vanmiddag ook al eventjes laten zien, hè, welke kleurtjes Florence weer paste bij het nieuwe Feliz Navidad papier. Ik heb ze hier ook liggen. De kleur Kiss was het. Ik weet de namen niet meer precies uit mijn hoofd. Maar als jullie eventjes kijken op de link noorenzo.com. En je kijkt eventjes bij de Facebook Live van vanavond, dan zie je ze daar ook bij staan. Dit zijn dus de kleurtjes die er mooi bij passen. Twee mooie kleuren, blauw, groenachtig. En het kist is een beetje tussen het rood en het oud roze in. Dat past er dus precies bij. Ja, inderdaad. Dit matje is ook heel fijn voor op de Scottelbride. Heb je inderdaad goed gezien? Die ging goed. In de winkel werd die ook veel gehaald in ieder geval. Nou, het huisje, wat heb ik daarmee gedaan?
Ik kan het nog wel heel eventjes laten zien. Na het embossen, want al die verschillende plankjes die emboss je dus eigenlijk gewoon. Dus na het embossen laat je de mal of papier gewoon eventjes in je mal zitten. Kijken dat ik hem nog even netjes erin krijg. Vast wel. En dan draai je hem eventjes om. En het kleurtje wat ik gekozen had. Je hebt dus het lichtblauwe papier. Dat papier is de kleur Sky. Nu weet ik het weer van Florence. Het lichtblauwe papier. Maar dat heb ik een beetje met een blending tool. En wat Memento inkt aangezet met wat donkerder blauw. Zodat de plankjes een beetje meer naar voren komen. En de kleur die ik daarvoor gebruikt heb is de kleur Bahama Blue. Dus je doet eigenlijk gewoon een beetje inkt aan je blending tool. En dan ga je met een ronddraaiende beweging zet je gewoon eventjes wat inkt aan. Ik heb het, als je het nou vooral aan de buitenkantjes wat harder aanzet en dan een beetje uitblendt naar binnen toe, krijg je een heel mooi schaduwidee. Dat zal ik jullie zo ook laten zien als ik het van de mal afhaal. Dan krijg je dus iets meer diepte in je huisje, in je hokje. Zo, kijk, als je het er dan afhaalt, krijg je een soort van schaduw krijg je erin. Zorg dus dat je hem in het midden niet al te hard aanzet. Dan wordt het niet mooier op. Maar zo zijn toch de plankjes dus heel goed zichtbaar. Nou, bij de stansmal heb je dus het dakje nog een keertje apart. Die heb ik dan uit het rode kleur, uit de kleur kis ook eventjes gestanst. En die gaan we er eerst al even op plakken. Ja, gezellig dat jullie er inderdaad allemaal weer zijn. Was weer lang geleden, hè? We hebben heerlijk 3 weken in Zeeland gezeten. Daar hebben we natuurlijk prachtig weer gehad. Dus ik weet niet of jullie ook allemaal al vakantie hebben gehad. Ik moet zeggen dat het toch nog best wel druk is. Hier nu tijdens de live, ondanks dat het natuurlijk vakantietijd is. Dus ik denk, ik doe hem gewoon lekker. Ik had dit keer ook helemaal geen knutselspullen meegenomen op vakantie. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het op de camping ook niet gemist heb. Maar nu waren we weer thuis, dus toen dacht ik, nou dan ga ik het weer lekker voor de dag halen. Het was trouwens voor iedereen denk ik sowieso deze week wel een beetje too hot om in je knutselkamer te kruipen. Kijk, het dakje plakken we er even op in het rood. En dan ziet het er dus al als een echt huisje ziet het eruit. Een nieuw knipvel van de Gnomes. Die ga ik jullie ook eventjes weer close-up laten zien. Want ik heb natuurlijk bij dat papier Feliz Navidad ook weer een knipvel gemaakt in die kleurtjes. Nou, wil gezellig dat je nog even aanhaakt. Nou, dit is het nieuwe Nordic knipvel. En dit keer heb ik er ook voor gekozen om de teksten ook in dezelfde kleurtjes van de poppetjes te doen. Dat is bij deze voor de eerste keer, hebben we nog niet gedaan. Vond ik wel leuk en ik heb wat sneeuwvlokjes overal om de tekst heen gezet. Nou, een vriendje en een vriendinnetje gnoom zitten erop. Er zitten gnooms op met lampionnetjes. Je kunt die ook allemaal natuurlijk elkaar weer handjes geven en aan elkaar plakken, losse lampionnetjes. Dus die gaan we vandaag bij het huisje verwerken. Toen ik dus zelf het hondenhuisje zag, of het hondenhokje, toen dacht ik, oh dat kan natuurlijk ook prima als huisje voorbij een gnoom. Nou, ik denk inderdaad dat de meesten pas nu weer het weekend het knutselen opgepakt hebben. Kijk, deze kan hier natuurlijk straks gewoon prima voor dat huisje komen. Wat hebben we verder nog nieuw? Een andere nieuwe stansmal die nu uitgekomen is in onze collectie Nordic Christmas. Dat is deze. Ja, straks krijgen we het inderdaad druk met Jos. Marjan, nog 2 weekjes, dan komt hij. Dus ik heb natuurlijk ook al zoveel foto's. Dus mijn handen jeuken ook om met onze nieuwe Woef Woef collectie aan de slag te gaan. Dus ik denk dat ik morgen mijn selfie printer eens even aanslinger en wat foto's ga printen. Dit is ook een nieuwe mal, dames. Ligt ook sinds vorige week in de winkels. Met hele mooie fijne sparren. Deze 3 sparren die zitten aan elkaar en er zit nog een losse bij. Nou, hij is dus ook niet zo lekker strak, want daar zijn bomen natuurlijk in het echt ook niet. Dus die gaan we er ook eventjes op verwerken.
Ja, dat geloof ik inderdaad, Mariska, dat alles gewoon aan je handen bleef plakken. Het was gewoon vorige week echt niet te doen, hè, zo heet. Nou, hier gaan we even aan deze kant even 3 sparren plaatsen. En dan kijk ik even waar ik straks die gnoom ga zetten en dan komt er aan die kant nog een spar. Zo, en nu dacht ik, nu heb ik nog een setje sparren gestanst. Die ga ik hier gewoon achter het huisje. Dus dan kan ik ook natuurlijk wel even de stammetjes eraf knippen. Nou, Christa Noor die vroeg inderdaad al. Oh, ze zei eerst, kunnen we ook geen nieuwe pagina maken, knuffelen met Jos? Ik zei, nou dat hoeft niet. Ik zeg maar, je mag Jos wel een keer live laten zien. Zodra die er is, dan gaan we Jos even natuurlijk netjes aan jullie voorstellen allemaal. Nou, die andere 3 boompjes die ga ik even hier achter het huisje zo plakken. Vond ik ook wel geinig, want het huisje staat natuurlijk in het bos. Dat is dat. En ik plak straks pas de gnomer op. Ik ga hem nu eerst eventjes een beetje sneeuw geven. Met gesso. Want ik vind als ik ook altijd helemaal over de plaatjes heen spetter. Dan gaat dat vaak over de ogen en zo. Dus dat gaan we in dit geval eventjes niet doen. Ik neem gewoon de witte gesso van Dutch de Badoe. Die kennen jullie allemaal wel. Ik heb ook nooit geen aparte sneeuwpasta of zo meer. En ik neem onze bekende spetterkwast erbij. Dat is een beetje zo'n waaiervormige kwast. En dan doe ik een beetje gesso op mijn kliedermat. Ben ik buiten beeld. En door het een beetje te vermengen met water, kun je hem dus gaan spetteren. En kun je dus mooie sneeuwvlokjes aanbrengen op je creatie. Dat is ook mooi natuurlijk over de bomen. Ik ga mijn huisje even vasthouden. Doe ik het even close-up. Kunnen jullie het waarschijnlijk beter zien. Kijk, je krijgt ook een beetje een 3D-effect. Dus als je hem niet al te veel verdunt. Kijk, maar die dikke klodders die wil ik eigenlijk niet over mijn gnooms heen. Dus ik doe het lekker gewoon alleen even zo. Kijk, zo krijg je dus echte sneeuw op je huisje. En dat wilde ik eerst eventjes doen voor we verder gaan. Dus deze leggen we even opzij. Dan kan die even drogen. Het kliedermatje kan eventjes weg. En dan gaan we zelf even verder met de basis van onze kaart. Ik heb even vanmiddag een leuke Studio Lightmal uitgekozen in de winkel. Die ticketmallen doen het gewoon heel leuk als basis voor je kaart. Dus ja, moet je veel kerstkaartjes maken. Het modelletje wat we vanavond maken is echt niet zo ingewikkeld. Duurt niet zo heel lang, dus moet je meerdere kaarten maken, is het best wel een leuke, denk ik. Nou, je kunt dus met deze mal, kun je in 3 verschillende formaatjes kun je dus stansen. Ga ik jullie laten zien. Dus ik heb het grootste model heb ik gestanst uit de kleur Sky weer, die we ook hier gebruikt hadden, een beetje om eenheid in je kaartje te houden. Dan kun je dus het middelste maatje kun je uit een andere kleur kaartstok stansen. Daar heb ik dus wit voor genomen, die gaan we er al eventjes op plakken. Zo. Dat is 1 kant en die andere komt natuurlijk aan de andere kant. Zo. Nou, hij stanst hier in het midden dus ook meteen leuke gaatjes mee. Daar kun je dus nog een lintje doorheen halen of een koordje als je dat leuk vindt. Daar heb ik dus ook de rillijn gemaakt. En dan kun je deze mal kun je dus op 2 manieren gebruiken. Je kunt hem zo, dat je hem dichtklapt, dat je hem zo staand maakt. Maar je kunt hem ook een kwartslag draaien. En ik ga hem op dit moment, ga ik dit model eventjes zo gebruiken. Dus ik ga hier mijn huisje op verwerken. Dat je op deze manier een staande kaart krijgt. Nou, ik heb ook het designpapiertje met de sneeuwvlokjes. Weer 1 maatje kleiner gestanst.
Toen zoeken we even een peperdistresser en dan gaan we die ook even een kleurtje geven. Zo. Nou, wil je een beetje eenheid in je kaartje krijgen, dan neem je in dit geval... Het kan natuurlijk ook altijd met vintage foto, maar ik doe het nu eventjes met de Bahama Blue, die ik net ook gebruikt had, op mijn huisje. En daarmee ga ik eventjes de randjes een kleurtje geven. Zo. En ook dat designpapier kan weer op. Oh, die achterkant was ook een leuke geweest. Zien jullie dat? Het is altijd jammer, hè, van een dubbelzijdig papiertje. Dat je niet weet welke dat je moet kiezen. Maar dan zitten bij Noorddesign altijd 3 velletjes in een pakje. Dus dan heb je altijd voldoende. Even kijken. Nou, schuif nog gezellig aan, Wilma. Maar we zijn al een eindje op weg. En dit stukje designpapier komt natuurlijk netjes aan de andere kant. Kijk, en dan kunnen we zo meteen... gaan we hier ons huisje eventjes op plakken. En dan zie je die eenheid met die sneeuwvlokjes op het designpapier en op ons huisje. Ik leg al even mijn gnoom erop. Ik ga nog ergens nog even een gnoompje verwerken zo meteen. Ik dacht, misschien is het wel leuk om ergens bovenuit het huisje ook nog een gnoom uit te laten steken. Die achter het huisje even uitpiept. Ik denk dat we deze gaan doen. Moeten we even kijken. Ja, die gaan we proberen. Mijn reacties die schieten heel de tijd weg. Dus ik probeer jullie mee te lezen. Nou, als we in ieder geval maar eventjes die leuke puntmuts goed knippen. Ik moet zeggen, ik vind dit zelf ook wel weer hele leuke kleurtjes. Het hoeft natuurlijk, zoals jullie zien, echt niet altijd traditioneel kerstrood en kerstgroen te zijn als je kerstkaartjes maakt. Mag ook best een keer een ander kleurtje zijn. Nee, dat is geen nieuwe schaar. Ton, dat is een heel oud schaartje wat ik al jaren heb. Dus het schaartje wat Joy toen in collectie had. Ik ga eerst even passen. Oh, hier natuurlijk het armpje nog even... knippen. Ja, dat doen we wel in gedachten. In gedachten denken we dat hij op een trampo springt. En dat hij dan boven het huisje uitkomt. Zo. Dit kan natuurlijk prima, hè, dat hij hier buiten uitsteekt. En ik had ook nog een kerstster gestanst. Ik denk, die kan ik hier dan aan de andere kant op het midden van het huisje doen. Dus die gaan we eerst even bevestigen. Want anders zie je dadelijk maar een halve gnoom. Dit is ook een hele leuke mal. Dat is een mal van Noor uit de collectie Happy Holidays. En dat is een hele mooie kerstster met wat swirls eraan. Die gebruik ik eigenlijk ook altijd best heel veel. We gaan nog wel eventjes die ster heel eventjes matten op een stukje blauw designpapier. Dus ik leg hem heel even op zijn kop. Op een stukje papier. En dan gaan we hem even overtrekken. En zo meteen even uitknippen.
Als je die ster dus ook weer eventjes mat, dan zul je zien dat die witte ster ook weer des te mooier uitkomt. En ook die figuurtjes die daar uitgestand zijn. Laat ik jullie zo eventjes zien. Zo. Nou, ik ben echt blij dat jullie er allemaal weer zijn, zeg. We zitten gewoon al aan de 265 kijkers. Ik had jullie stiekem toch echt wel gemist. Deze die komt dan zo meteen hier op. Dat is wel leuk op het huisje. Dan heb ik natuurlijk mijn fijne lijmpen niet bij de hand. Dus we gaan het gewoon even met deze doen. Het is maar dat die een beetje vast zit. Hey mama, gezellig dat je ook nog eventjes meekijkt. Nou, Jannie, als je nu pas invalt, we posten morgen natuurlijk het filmpje ook weer eventjes op ons YouTube-kanaal. Dus dan kun je op je gemak terugkijken. En hij blijft hier natuurlijk ook gewoon op Facebook staan. Dus zodra het filmpje afgelopen is, dan kun je hem ook gewoon eventjes terugkijken. Ja, Marieke, ik ben eventjes op vakantie geweest. We zijn er even tussenuit geweest. Annie, als je eventjes kijkt hier op noorenzo.com en je kijkt naar Facebook Live, het icoontje Facebook Live, en dan kijk je naar de datum van vandaag, dan zie je daar ook die ster bij staan met het nummer. Nou, ik doe even op mijn kop van het huisje even een beetje lijm. En dan plakken we daar de kerstster op en dan gaan we nu eerst even kijken of ik nog een plekje heb voor de gnoom. Ja. Vast wel. Zo, kijk, die laten we hier even tussenuit piepen. En dan ga ik nu denk het huisje eventjes met wat foamtape op elkaar plakken. Dan krijg je toch ook weer een beetje diepte erin. En dan zit het niet allemaal zo plat. Nou, van Joy hebben we heel veel verschillende soorten foamtape, ook met verschillende diktes. En dan plakken we ons huisje hier zo op. Ik ga ook nog eventjes met de gesso al even een sneeuwondergrond maken. Want het sneeuwt natuurlijk, dus dan moet hieronder ook nog wel sneeuw komen. En dat doe ik gewoon rechtstreeks uit de pot met gesso. Als je gewoon zo een beetje aanzet. Kan je ook met structuurpasta doen, als je dat bij de hand hebt. Kijk, maar zo maak je dus gewoon een beetje sneeuw op je kaart. Hoef je nooit geen aparte sneeuwpasta meer in huis te halen. Kan gewoon met je gesso of je structuurpasta van Dutch Doobie Doo. Mis de binnenkant van het huisje. Er zit niet echt een binnenkant bij, maar ik ga voor het deurtje zet ik... Een gnoompje dus, Miranda. Dus daarom heb ik geen binnenkant van mijn huisje. Ik ga even kijken of mijn 3D-kit niet helemaal ontiegelijk uitgedroogd is in die 3 weken. Dat ik het propje er nu nog uit krijg.
Ja, Miranda, je kan natuurlijk daar ook een binnenkant van een huisje uitmaken. Maar nogmaals, het is dus eigenlijk een hondenhokje. Dus je kan hem natuurlijk maken zoals je wil. En een hondenhokje, dat is natuurlijk altijd open. En daar is die oorspronkelijk voor bedoeld. Maar ik wil jullie nu gewoon eventjes een andere toepassing laten zien. Nou, dit gaat hem dus niet worden. Dus dan ga ik ook eventjes met een stukje tape doen. Die 40 graden, dat heeft mijn 3D-kit ook niet helemaal leuk gevonden. Zo. Kijk, en deze gnoom die komt al net... Oh, wacht even, jullie reacties zijn weer weg. Deze gnoom komt al net met zijn lantaarntje uit het huisje lopen. Even kijken of hij een beetje recht zit. Nee dus. Zo. Nou, die zit. En dan kun je hem dus straks kun je hem zo laten staan. Op deze manier. Gaan we alleen hier onderop nog even iets leuks doen. En daar had ik even een tekst voor uitgestanst uit het knipvel. Ook weer met Feliz Navidad. Daar zitten ook allemaal leuke teksten op. Ja, hoor Jeanette, de winnaar die via de mail ging. Ik neem aan dat jij bedoelt de winnaar van de Derwent potloden. Die is vorige week al lang bekendgemaakt in onze nieuwsbrief. Dus eventjes goed lezen. Dan zie je ook wie hem gewonnen had. Dat had verder niks met een Facebook Live uitzending te maken. Dat was een nieuwsbrief of een prijsvraag via onze Noor en zo'n nieuwsbrief. Zo, ik heb ook weer een cirkeltje met een beetje een schulprandje iets groter gestanst. Ook weer uit hetzelfde papier in de kleur kis. En ook hier doe ik dan weer een beetje foamtape achterop. En dan gaan we die aan de onderkant op onze basiskaart plakken. Die tekst komt dan hier in het midden. Make no mistake, it's Christmas. En dan zijn we eigenlijk een heel eind klaar. Dit is wat ik jullie graag wilde laten zien vanavond. Dus een heel simpel ticketkaartje wat redelijk snel klaar is als je veel kerstkaartjes moet maken. Ik zal hem zo heel even op de kiek zetten en een fotootje ervan maken. Gezellig dat jullie allemaal vanavond weer meegekeken hebben. Met bijna 280 kijkers. Leuk, leuk. Wil je de artikelen bekijken? We hebben ze voor je op een rijtje gezet op noorenzo.com. Kijk eventjes bij Facebook Live. En dan zie je de datum van vandaag. En daar staan alle artikelen die ik vanavond gebruikt heb. Dus ik zou zeggen bedankt allemaal weer voor het kijken. Gezellig dat jullie er waren. En tot een volgende keer. Doei, doei.